wil ik graag het woord geven aan Siward Sober. Hij is voorzitter van de windcoöperatie De Windvogel. En hij kan als geen ander vertellen hoe belangrijk windenergie is voor Nederland. Dankjewel. Ja, ik ben Siward Sober. Ik ben voorzitter van de coöperatieve vereniging De Windvogel. We zijn een burgerenergiecoöperatie met zo'n 6 molens en 3300 leden. Ik hoef hier niemand meer te vertellen dat wind schoner is dan kolen, dat we wind allemaal nodig hebben om de klimaatdoelstellingen te halen, dat we afspraken gemaakt hebben met het energieakkoord, etcetera. Maar wat wij als burgerinitiatief voornamelijk zien is een maatschappelijke keuze die je als maatschappij maakt en ook als overheid maakt. Of je ondersteunt een oud systeem en je houdt dat in stand, of je geeft nu de mogelijkheid om lokale economie te stimuleren, lokale werkgelegenheid te stimuleren, lokale zeggenschap van burgers over een energietransitie terug te geven. En dat is eigenlijk het debat die we moeten voeren. En daarnaast moeten we gewoon, ja, het geld wat hier gewoon verspild wordt, het letterlijk de lucht in gaat, terugkrijgen in die lokale economieën en zorgen dat het weer in de handen komt van de burgers die ook die belastingen betalen en de kosten hier ook voor opkomen dragen.